Leiden heeft een hondenpoepprobleem. Om dit probleem aan te pakken, heeft de gemeente deze keer een andere insteek gekozen. Mensen die de poep laten liggen worden beboet en degenen die het opruimen worden beloond. Nou, we hebben hier dus dit item. Dat is eigenlijk een lampje. En zakjes zitten erin, die kan je hier doorheen trekken. En dat kan je ook nog eens een keer aan je riem of aan je broek vastmaken. Dan heb je er altijd wat bij je namens de gemeente Leiden. We vinden het namelijk leuk om mensen, we zijn ervoor om de openbare ruimte leefbaar te houden. En hondenuitwerpsen zijn daar ook een grote ergernis in als mensen dat niet opruimen. En dat moeten wij als handhaven natuurlijk in ieder geval controleren. Dat doen we geuniformeerd. Dat doen we ook in burger, indien dat noodzakelijk is. Of wij denken dat er hotspots zijn waar veel klachten zijn. En als je daar dan in burger dan acteert, dan zie je toch vaker dat het soms ook misgaat. En dan treden we op. Maar mensen die het goed doen, die moeten ook eens beloond worden. Dus straffen op gedrag wanneer het slecht gaat, maar ook een keer een goede actie. En iemand zeggen, kijk, u bent hondenbezitter en ook al doet u dat dagelijks, dan vindt de gemeente dat ook een kleine attentie waard. En dat zijn dus deze leuke gadget. En hoe reageren mensen op die kleine attenties? Doorgaans eigenlijk altijd positief. Ze schrikken in eerste instantie wel eventjes van het feit dat ze aangesproken worden. Omdat dat zijn mensen in de basis niet gewend om aangesproken te worden. Ze zien wel iemand in de uniform aankomen, een handhaver. Oh, dan is het verkeerd. Dan is het fout. En leg je eigenlijk uit waarom je het doet en wat ze kunnen krijgen omdat ze het zo goed doen, en dan zie je in één keer dat gedrag veranderen. En dan worden ze best wel blij van. En dan zeggen ze, oh wat leuk, echt super gaaf. Dat doet me wat. Nou, dat vinden wij dan ook weer leuk. In dit geval de uitwerpsten, die waren er nu even niet bij deze hond. Alleen ik ken mevrouw ook, want ik kom regelmatig in dit stukje van Leiden Noord. En de hond is dan ook wel bekend en dan weet ik dat ze het altijd netjes doet. En ik weet dat die mevrouw enorm veel last heeft van, ook dat anderen het niet opruimen. Daar ergen zich groen en geel aan. Alleen ze zeggen, ik kan het ook doen. Maar het is wel inderdaad wat mevrouw ook zegt. Blijf elkaar toch aanspreken. En gewoon als hondeneigenaar onder elkaar. Motorrijders spreken elkaar ook aan van. En dat moeten hondeneigenaren ook doen. En ja, die mensen die dan echt niet willen. Ja, misschien gaan ze zich dan toch een keer aanpassen. En wat vindt u ervan, mevrouw? Ik vind het heel leuk. Vooral als het donker is, dan kijk zien waar die gekocht hebt. Kunt u het rol weer opzoeken? Ja. Blijkbaar wordt met dat foto's gemaakt en dan van 2D en 3D. En dan wordt het opnieuw en dan gedaan. Wordt het omgedraaid en dan gaat het weer de hele tijd opnieuw. Oké, we vragen de deskundige nog even hoe het werkt. Het is dus eigenlijk een lopende band met veel camera's en ook met robotarmen. De mensen pakken het insect dat op een naald zit van de la waar die in zit en doen dat op een statief. En eigenlijk gaat de insect door een scanstraat. En dan maakt hij heel snel in een paar seconden 30 foto's van verschillende kanten. Die zet hij over elkaar heen, waardoor je een hele scherpe foto krijgt. En de collectie gewoon een stuk sneller gedigitaliseerd wordt en we op die manier ook data kunnen uitwisselen met andere musea wereldwijd, zodat het onderzoek makkelijker gaat en onderzoekers niet speciaal hierheen hoeven te komen voor de collectie, maar eigenlijk online ook kunnen zien wat we in onze collectie hebben zitten. Dit is echt uniek in de wereld. Natuurlijk kan je handmatig een insect fotograferen, maar wij hebben dat op een manier ontwikkeld waarbij je er duizenden per dag kan digitaliseren met hoge kwaliteit. Ik vind het een heel cool apparaat. Ik ook. Beste apparaat ooit. Zou ik ook wel willen. Uitzwaaimoment voor de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen natuurlijk. Er gaat een heel clubje vanuit Leiden, hè? Mooi, hè? Ja, negen stuks, om het zo te zeggen. 8 sporters en een coach. Jan Klerks, de roeicoach, die voegde er nog eentje toe aan zijn grote reeks aan de Olympische Spelen. 2 Paralympiërs en 6 mensen naar Tokio voor de 23 juli beginnen.
Nou, ik denk dat wij net zoveel televisie gaan kijken hier als zij daar buiten in wedstrijden. Heb ik begrepen, zitten ze vooral op hun hotelkamer. Nee, dat is ongelooflijk. Als je naar de Spelen mag en je mag dan niet eens gaan kijken bij andere sporten. Dat is wel een hele pijnlijke affaire, moet ik zeggen. Ja, want ik heb 2 Spelen mogen meemaken. Niet als sporter, gewoon als publiek. Maar ja, dan merk je toch wel dat dat gewoon heel gaaf is. En dat de sporters dat natuurlijk ook heel gaaf vinden. Om gewoon tussen hun eigen sporten door af en toe eventjes te gaan kijken bij een collega in een andere rare sport. Ja, als je dat nu allemaal niet hebt, maar alleen maar van je eigen locatie terug naar je hotelkamer. En dan, weet je, het is schraal. Volgens mij, voor zover ik me heb laten vertellen, was Rio ook al anders. Maar dit gaat wel next level anders worden natuurlijk. Maar weet je, het is wat het is en ik ben blij dat het doorgaat. En sportief niveau, qua sportief gaat het niets onderdoen voor alle andere spelen. Dus daar focussen we dan maar op. Je hebt een tasje meegekregen met onder andere een Leidse vlag om je schouders te hangen op het erepodium. Ga je die nodig hebben, die vlag? Nee, kijk, daar mikken we wel op. Hè. Er wordt wel eens gezegd, meedoen is belangrijker dan winnen. Dit is niet waar, zeker niet bij de Spelen. Het gaat gewoon om de knikkers. Het gaat gewoon om de knikkers. Het maakt niet uit wat voor verhaaltjes erbij verzinnen. Uiteindelijk gaat het wel om je beste sportprestatie neerzetten en bij voorkeur top 3 al dan niet winnen. Of ik de Leidse vlag om mijn schouders kan doen, weet ik niet. Maar het rood en blauw, dat gaan we zeker wel proberen. 150 wissel, 50 vlinder, 50 rug, 50 school en 50 borstkrol. En dan was vraag 2, waar heb je de meeste zin in? Eigenlijk in allemaal. Ja, ik geniet er al heel erg van en ik ga vooral genieten. En mijn handicap is natuurlijk progressief, dus ik ga vooral gewoon genieten. We hoorden al, het is heel anders dan andere Olympische Spelen natuurlijk. Heel veel moet je op je kamer blijven, hè? Ja, dat klopt. Het is heel veel, je ziet heel veel van je kamer zelf en van het zwembad en voor de rest van de eetzaal en voor de rest zie je niet zoveel. Maar ik heb het nog nooit anders meegemaakt omdat het mijn eerste Spelen is, dus ik heb er ook geen verwachtingen van. Dus voor mij maakt het ook niet zo heel veel uit. Hoe lang heb je dan daar de tijd om je een beetje voor te bereiden en te acclimatiseren? Ja, minder dan een week. Wat, hoe is het klimaat nu in Japan als de speler? Het is warm en de luchtvochtigheid is hoog. Dus dat is echt wel even anders dan hier? Ja, dus daarom gaan we naar de klimaatkamer om daar aan te wennen. Heb je dat al wel eens eerder gedaan? Nee, nooit. Oh, dus dat wordt ook hier al spannend een beetje. Nou ja, ik weet niet. Ik ben wel ook in Florida geweest op een WK waar het ook warm was met een hoge luchtvochtigheid. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Hoe schat je de kansen daar, of brengt dat ongeluk als je daar wat over gaat zeggen? Nou, ik denk dat de kansen op een medaille heel, heel reëel zijn. Ja. En de kans op een gouden medaille is zeker 50-50. En als je dan terug bent, wat is dan het eerste wat je gaat doen? Want het is waarschijnlijk ook nog wel op een heleboel manieren een beetje afzien nu, hè? Ja, als ik terug ben, is het eerste wat ik ga doen waarschijnlijk gewoon weer naar mijn geliefde toe. Ja, die gaat niet mee. Nee, die mag niet mee. Die mag niet mee. En dan zit je daar op je hotelkamertje. Ja. Want dat hebben we gehoord, hè? Ja, we moeten binnen blijven. Annika zei daarnet van over 30 jaar krijg je een aflevering van Andere Tijden Sport. En daar zitten jullie dan in? Daar zitten om mij in en Annika kan dan tegen de kleinkinderen zeggen, ja, ik was daar. Over 30 jaar ben ik er niet meer, maar dat... En ook al is het dan een gekke editie, ja, dat nemen ze niet af. Dat het een unieke editie wordt. Nou, daar gaan ze dan binnenkort naar Japan. Heeft u nog een boodschap voor ze? Nou ja, in ieder geval alle succes vanuit het Leidse. We zijn trots op onze Leidse topsporters. We gaan ervan genieten voor de buis. En we gaan ze weer fantastisch verwelkomen als ze straks medailles de stad worden binnengedragen. Dus heel veel succes. Vanaf vandaag mogen kippen en ander pluimvee weer naar buiten. In heel Nederland gold vanaf 22 oktober vorig jaar een ophokplicht nadat de vogelgriep op enkele boerenbedrijven werd aangetroffen. Onder aanmoediging van een bescheiden publiek verlieten ook de kippen, eenden en kalkoen van boerderijcafé De Tuin van de Smit vanochtend voor het eerst in maanden weer de ren. De vogels genoten zichtbaar van hun hervonden vrijheid en pikten enthousiast een graantje weg tussen het flink gegroeide gras. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het ondanks de coronacrisis best wel goed gaat met de gezondheid van de Nederlandse jongeren. Maar hoe zit dat eigenlijk in Leiden? Wat hebben jullie gedaan om jezelf een beetje te vermaken? Gewoon veel naar de stad gaan, een beetje lopen en zo. Ja, ik ga gewoon met haar facetimen en en films kijken. Ja, gewoon een beetje gamen en zo.
Ja, alsnog gewoon veel met vrienden afspreken, veel zuipen, veel naar buiten gaan. Nou, ik heb een eigen paard, dus daar ging ik dan elke dag eigenlijk heen. En ja, zij ging dan ook wel mee. Ik ging altijd mee. Nou, ik ben wat minder gaan drinken. Ja, ook gewoon omdat je niet uitgaat, geen festivals. Dus mijn tolerantie is wel omlaag gegaan. Hebben jullie je vrienden een beetje gemist? Nou, het viel nog wel mee, want ik zag ze nog wel gewoon vaak genoeg eigenlijk. Ja, ik sprak ze wel nog op school en zo online, dus het viel wel mee. Normaal op school zeg maar ook, dan heb je je pauze en dan zie je al je vrienden weer. En nu had je dat gewoon niet. En dan zit je een beetje thuis de hele dag en eigenlijk ook heel weinig beweging zit erin. Soms miste ik nog wel een beetje die privacy, want mijn ouders waren natuurlijk ook veel thuis. Ja, met de hond door de straat, door de wijk heen lopen, joggen. De sportscholen waren dicht. Nou, die hond is nog nooit zo vaak uitgelaten. Dus die werd ook heel sportief en lekker slank. Dus er was twee vliegen, één klap thuis. Ik heb ook een heel groot gezin, dus zaten ook met z'n allen thuis en zo dus. Bijvoorbeeld met verjaardagen mochten we er dan niet heen. Want ik niet per se, want soms heb ik geen zin in verjaardagen en dan hoefde ik er niet heen. Ja, de party was hier achter de kraan gezellig met z'n allen zo. Als je dat illegaal vindt, dan hadden we hier het feestje en thuis gezellig uit. Dat dus. Dan proef je de zilte smaak van de haring. Die zo. En je ziet het, hij is gewoon lekker rood op de graad. Dat betekent, ja, zo bij zijn moeder natuurlijk, zo lekker. Groen. De nasmaak is lekker. Iets fantastisch gewoon. Wat is jouw geheim? Je moet lief zijn, ja, heel lief zijn voor je product en dan, ja, dan komt het zelf naar je toe. En dat heb ik meegekregen van huis. Ik zit al vanaf mijn 14 in die haring, dus ik weet wel hoe een haring daar door te zien. Als ik een emmer opentrek, zie je aan de pekel al van oké, dit is al een goede emmer. De haring komt bevroren binnen, dat moet, hè, dat is verplicht, want er zit een parasiet in. Dat kan niet anders, anders kom je niet aan. En het rijpen, dat gebeurt eigenlijk in je koelcel. Eigenlijk is het een vorm van bederf en dat geeft de smaak aan haring. En hoe verder dat proces is, ja, hoe verder dat enzymatisch proces ook gaat natuurlijk. Dus dat is wel een beetje het kunstje van ja, je klanten aanvoelen van hey, dit vinden ze lekker, nu is het klaar. Dus het geheim is de timing. Juist, de liefde die moet je geven. Gauw klaar. Ze zei was tegen mij, moet je nou weer naartoe? Ik zei, even naar de werkplaats. Wat dan? Ik zei, ik moet even keren, even wentelen. En nu zit daar ook nog een heel panel van een man of 10, 15 geloof ik zelfs. En dus je haring wordt door 15 man geproefd. Dus het is een veel beter beeld van hoe je product is. Dus ja, ik ben daar heel erg blij mee. Nou, zo gaat hij vanavond ook naar de testers toe. Alleen dan zonder uien, denk ik. How do you do met je doedelzak? Dat was het enige wat ik weet. Nee, ik ken geen Engels. Het is vakantie. Wat betekent dat Nederlanders weer massaal de grens overtrekken? Maar kunnen die zich ook een beetje redden in zo'n vreemde taal? Comment ça va? Bien, comme ça. Un peu, pour que c'est... ja, nou weet ik het niet meer in het Frans. Papa, pommele piep, dat was vroeger wat je leerde op school. Papa rook een pijp of zo? Nou, ik ben naar Portugal geweest, ik ben naar Albanië geweest, Griekenland, Portugal, Italië, Ierland ben ik ook geweest. Nee, no. En ik ben ook nog eens een keer naar Israël geweest, Zweden ben ik geweest, Frankrijk natuurlijk. Ik spreek Frans, Duits, Engels, Portugees, Gaelgen, Iers, Hebreeuws enigszins. Dus ik ben wel een beetje een talenknobbel. Wat wisten ze hier bij Leiden? Het is een oude stad, ja. Sehr altes und eine Studentenstadt. Ich finde das eine schöne Stadt und klein, aber ja, gesellig. Ist eine alte Burg, Kastell auf einem Berg. It's a beautiful place with beaches and sea.
gewoon de zee, toch? De zee. En, stel, je loopt hier nou en je ziet zo'n mooie Duitse jongen lopen. Ja. Wat zeg je dan? Hallo, hallo. Wer sind Sie dann? Wie hast du mich gefunden hier? Sieht gut aus. Do you like a date? Hello, how do you do? I say, you're looking good today. You're looking good. I like your hair. I'm very specific. I'm not don't like ordinary or it must be something special like I am. When I was at your age, I go to Sweden. Every girl has blonde and blue eyes and stuff. I don't can say it. My wife is looking, but it's beautiful to go there. Ik zou je vertellen, vroeger dat Engels wat wij kregen op school, dat was over een raam en een deur als enige. En ik was nooit zo stilzitter. Ik luisterde niet, ik lette er niet op, ik haatte school. Nou, dan heb ik nou de naweeën van, daar sta ik met stroopwafels. Had ik nou maar geleerd, had ik dokter anders geweest. Ja, ik weet het niet. Jongens, happy holidays. Op de plek waar tot voor kort een drogist gevestigd was, kregen wijkbewoners Ineke Lensen en Jeroen Bakker de kans om een pop-up museum over de Kopermolen te openen. De meeste voorwerpen in de collectie zijn aan het museum geschonken door bewoners van de Merenwijk. Ja, mensen komen dingen brengen inderdaad, waarvan zij zeggen, nou dat vinden wij leuk als dat tentoongesteld wordt. Om te laten zien, wat was het verleden van de Merenwijk. Hè? Merenwijk bestaat binnenkort 50 jaar. Wat is het heden en wat gaat de toekomst worden? Ook aan een duurzame toekomst voor de Kopermolen is gedacht. Wat ik zelf zo verschrikkelijk leuk vind om te vertellen, is dat er op het dak tiny houses komen. Dus dat wordt echt... Nou, hier zie je daar voorbeelden van. Er zijn een beetje chique tiny houses zoals ze hier staan. Maar dat moet je ja, op een groen, vergroen dak zien. Er wordt echt een kleine community, zeg maar. En ja, ja het groen en de natuur, het duurzame binnenhalen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Buiten het museum is ook al jaren van alles te zien. Lensen wijst museumbezoekers graag op de speciale plekjes. Er is van alles te ontdekken hier aan de Kopermolen. Een heleboel mensen weten dat niet. Maar daar heeft de architect ons op geattendeerd. Je ziet hier in de relingen overal kleine kunstwerkjes. Dat is heel leuk. En er is nog veel meer te ontdekken. De vier beroemde beelden op het parkeerterrein bijvoorbeeld. Wat heel weinig mensen weten, ook mensen uit de Merenwijk zelf, is dat in ieder beeld, ook daar werden we op geattendeerd, een verhaaltje staat. Over het gebied, over de Kopermolen, over de Merenwijk. In het museum zijn de originele prototypes van de beelden te bewonderen. Wat ook heel leuk is, kijk als je daar kijkt, dan zie je eigenlijk een heel groot schilderij. En de meeste mensen denken, wat is dit? Hè? En het is ook een beetje verkleurd. Maar het grappige is dat het eigenlijk van een hele beroemde kunstenaar is. Namelijk een cobra-kunstenaar, Jan Sierhuis. En als je dat weet, dan krijgt het al een hele andere dynamiek eigenlijk. Hè? Een heel ander gevoel. Lensen kan nog uren doorvertellen over het winkelcentrum van de Merenwijk. Het museum is iedere woensdag en zaterdag geopend. De toegang is gratis. Het is vanaf de rotonde tot aan Leiden is het een lange rechte baan en het nodigt uit om hard te rijden. Je kan het nog zo goed inrichten en allemaal perfect organiseren, maar als mensen zich misdragen in het verkeer, dan leidt dat toch tot ongelukken. Bewoners van Zoeterwoude-Rijndijk zijn het zat. Al jaren wijzen ze de gemeente erop dat er iets moet gebeuren aan de verkeerssituatie op de Hoge Rijndijk, die volgens hen erg onveilig is. Weggebruikers die te hard rijden, soms ook echt aanzienlijk hard. Volgens mij wordt er af en toe 90 aangetikt. Maar ook weggebruikers die niet goed opletten, die de zebra negeren of niet zien. Het veroorzaakt allerlei gevaarlijke situaties. Dat de bewoners een serieus probleem aankaarten bleek enkele weken geleden nog. Op 16 juni kwam een motorrijder om het leven bij een ernstig ongeval op de Hoge Rijndijk. Dus met hoge snelheid op de motor aankomen rijden, heeft moeten remmen, om wat voor reden dan ook onderuit gegaan en die heeft het leven helaas gelaten. Op het gemeentehuis begrijpt verkeerswethouder Ruud Bouter de zorgen over de veiligheid, maar de link met het dodelijk ongeval wil hij nog niet leggen. Ja, ik wil hierbij toch nog even heel duidelijk maken dat we het dodelijk ongeluk wat heeft plaatsgevonden op de Hoge Rijndijk enorm betreuren en dat we meeleven met de nabestaanden.
Ik wil daarbij ook wel opmerken dat een causaal verband tussen het ongeluk en de inrichting van de Hoge Rijndijk wat te kort door de bocht is. Het moet eerst blijken uit het politierapport wat precies de toedracht is van het ongeluk. En dan kunnen we verder kijken of er inderdaad een of andere relatie is met wat er heeft plaatsgevonden met de inrichting van de Hoge Rijndijk. De bewoners organiseren zich ondertussen en richten de actiegroep Veilig Verkeer Zoeterwoude-Rijndijk op. Voor felle protesten hoeft de gemeente niet te vrezen. Nee, we gaan niet met spandoeken rondlopen. Wat we eigenlijk proberen is de mensen die hier aan de Rijndijk wonen, om die te verzamelen, om verhalen te verzamelen. En te kijken waar staan we nou met z'n allen en wat willen we nou met z'n allen. Er zijn heel veel meningen. Iedereen heeft zijn eigen meningje ook, iedereen heeft zijn eigen verhaal. En die verhalen proberen we heel goed samen te bundelen. Dat we met dat verhaal ook naar de gemeente kunnen gaan. En zeggen van jongens, er moet nu wat gebeuren, want dit is wat de bewoners willen. En wat kunnen jullie voor ons betekenen? De gemeente werkt ondertussen al aan een verbeterplan. Binnen enkele maanden worden de eerste aanpassingen gedaan die de Hoge Rijndijk veiliger moeten maken. In hun strijd om het centrum van Leiden autoluul te krijgen, kijkt de gemeente niet alleen naar de bewoners van de stad. Bezoekers zouden binnenkort aan de rand moeten parkeren om vervolgens met een ander vervoermiddel verder te reizen naar het centrum. Het stadsparkeerplan aan de Haagweg biedt al jaren een vergelijkbaar concept aan. Ik vroeg directeur Chris Verplanken waaraan een PNR-plek moet voldoen en wat hij van de locaties vindt die de gemeente heeft uitgekozen. Wat wij hier doen op dit parkeerterrein, grote parkeerterrein aan de rand van de stad, is zoveel mogelijk bezoekers afvangen in plaats van dat ze de binnenstad ingaan. En wij brengen ze vervolgens gratis met een busje. Parkeren moet je wel betalen natuurlijk. Dat is wat wij doen. De gemeente heeft hem nog niet gebeld voor advies. Vooruitlopend neemt de ervaringsdeskundige vast een kijkje op een van de beoogde park- en rijdplus locaties rondom het centrum. Opvallend genoeg ligt de plek buiten de stadsgrenzen. We rijden nu naar Zoeterwoude. Op de parkeerplaats bij Laplace is volgens de gemeente Leiden voldoende ruimte om de plekken die verdwijnen door de sloop van de Morsportgarage op te vangen. Volgens Verplanken een bijzondere keus. Ik denk dat Leiden de enige gemeente is in Nederland die haar problemen over de schutting gooit. Zodat het anders kan oplossen. Op dit moment staat de meeste parkeerders van de Morsportgarage zijn de mensen die er werken in de buurt. Ambtenaren ook. Maar vooral naturalisbezoekers. En dat zie je niet gebeuren als ze hier gaan parkeren. Nee. En dit is te klein om zeg maar, als satelliethub voor de binnenstad te fungeren. Want je moet echt uitpakken. Tenzij het de bedoeling is dat het gewoon elk jaar een miljoen kost. Dan moet je er anders naar kijken. Maar ik denk niet dat wij dan meewerken. In de directe omgeving van het Laplace-terrein zijn volgens Verplanken wel mogelijkheden. En nog op Leids grondgebied ook. Dit stukje, het eerste stukje tot Europaweg. Het is de Vrouwenweg Europaweg. Ik heb het niet over het hele stuk, ook niet achter die huizen. Ik heb het over dit stukje richting dat kleine villaatje daar staat. Dat stuk is al vele malen groter dan de Haagweg zelf. Dus daarmee hoef je niet raar dingen te doen in een andere gemeente, Zoeterwoude. Die veel geld kosten en misschien niet succesvol blijken. Je hoeft ook geen parkeerterrein te maken op de huidige gamma, op de Lammerschans, voor 150 plekken. Waar je misschien liever in wil bouwen. En misschien kan in de toekomst zelfs de Haagweg overbodig zijn. Dan kun je daar ook gaan bouwen. Die wens leeft natuurlijk altijd. De busjes van het stadsparkeerplan rijden voorlopig nog gewoon heen en weer vanaf de Haagweg. Waar de nieuwe PNR Plus terreinen echt komen, zal de komende maanden duidelijk worden als de plannen worden besproken met de gemeenteraad.